geweldig om jullie hier allemaal aanwezig te zien. Tijdens onze strijd voor vrijheid en waarheid. Strijders voor vrijheid, waarheid en gerechtigheid. Boeren, vissers. Dit kabinet, deze overheid is een ramp voor Nederland. Je hoort Rutte vaak zeggen. Het is een gaaf land. We staan hoog op de lijstjes. Het gaat zo goed met de multinationals. Het volk zit er alleen. Dat tuig moet opdonderen uit Den Haag. Sterker nog, 60% van de Nederlandse huishoudens heeft moeite met rondkomen. Moeite met het betalen van de huur, de energierekening, de crimineel hoge belastingen en accijnzen. En niet te vergeten de schreeuwend dure boodschappen. Het is genoeg! Er staan rijen, historisch lange rijen voor de voedselbanken. Gaaf land, Mark. Gaaf land. Ondertussen jagen ze onze boeren van het land af. Ze willen controle over de voedselindustrie door middel van globalistische food hubs. En het liefst willen ze dat we insecten en 3D-vlees eten. Maar dat gaan wij niet pikken. Wij willen dierlijke producten, landbouwproducten van onze boeren. De beste boeren ter wereld! De ramp van het neoliberalisme, gecombineerd met globalisme en cultuurmarxisme. Maar ze hebben een smoes voor hun eigen falen. Putin is de schuldige. Putin heeft het allemaal gedaan. En ondertussen verpatsen ze ons gas, verkopen ze het voor spotprijzen aan het buitenland. Zijn ze zogenaamd ze het gas veel duurder in bij de Amerikanen. Criminelen zijn het! En ze blijven aansturen op oorlog. Ze sturen wapens, ons geld, tanks, F-16's en het liefst sturen ze zelfs onze kinderen om te vechten in een oorlog die niet de onze is. Dit is niet onze oorlog. De indoctrinatie begint al vroeg. Op school. Met de intens zieke woke-propaganda waarmee ze onze kinderen verwarren en traditionele families ondermijnen met fabels over non-binair, gendergechten en pedonormalisatie. We mogen dit nooit accepteren. Onze kinderen raken op jonge leeftijd al ernstig in de war. Onze kinderen horen te spelen, te lezen en ze horen te leren over onze geschiedenis, onze cultuur en onze geweldige bus. Onze vijand zit niet in Rusland. Onze vijand zit hier. Dit kabinet. Onze vijand in Brussel, bij de EU, in Davos, bij het World Economic Forum. Maar wij zijn deze megalomane gekken spuugzat. We gaan dit niet langer pikken. Klaar met de massa-immigratie. Klaar met woke. En klaar met de boerenhaat. Wij zijn voor voldoende woningen voor onze eigen mensen. Voor het beschermen van onze kinderen. Voor onze cultuur. Lagere belastingen. En meer geld voor onze eigen mensen. Vrede. We moeten strak controleren op fraude. Maar desondanks is het tijd om dit criminele zooitje van Rutte tot Kaag, tot boerenhater Tjeerd de Groot, tot Jan Pattennotte, Hugo de Jonge en stikstofminister Van der Wal weg te stemmen. 15 maart, stem ze weg! Hey Kakka, dit is de eerste rapper die ik heb gehoord die niet rapte. Volgende keer weer. Dankjewel, man.